festival bestaat sinds 1997. En ik herinner nog, ik was toen derdejaars student en ik studeerde heel veel. Ik voorbereidde mij. In de herfst moest ik voor internationaal concours. Moest ik daar optreden. En in augustus had ik helemaal geen zin in nog extra en heel veel nog spelen, die reis en zo. Dus ja, toch, dat is dus gebeurd en dat heeft mijn leven veranderd compleet. Ja, ik heb Paul ontmoet uiteindelijk en ben ik hier verhuisd. Dus dat is eigenlijk de hele geschiedenis, al die 25 jaar was ik student en nu ben ik docent. Ik geef les hier ook aan het conservatorium, dus dat is helemaal heel mooi ontwikkelingslijn in mijn leven is geweest. Gaan we proberen niet zo plat je handen op de toetsen opleggen en niet zo forceren alsof je implant jouw handen. Kook je? Nee. Niet echt, ja. Heb je ooit echt deeg gekneden? Ja, vast wel. Klei als kind? Ja, dat wel. Ja, dat is het. Weet je, dat moet gevoeld zijn. Dat je hebt gewoon een heel grote oppervlakte van klei en je gaat daar gewoon echt zo heel diep afdruk wil maken. Masterclasses, dat is ontzettend mooie opkomst, hè? Vandaag ook, dat is gewoon heel veel mensen zijn. Dat is natuurlijk heel erg anders dan die normaal lesgeven aan jouw eigen student, individueel lessen. Als ik individueel lesgeef, dat gaat puur in zo'n professionele taal. Je gaat heel specifieke dingen uithalen en dan ga je gewoon echt aan werk aan, in kleine details. Maar als je weet dat je publiek hebt en ze zijn eigenlijk allemaal amateurs of leken, ze begrijpen al die dingen niet. Dus je moet toch algemene dingen, maar ook heel erg interessante achtergrondverhalen bijvoorbeeld over stukken die gespeeld worden. En dat toch publiek ook, zelfs ze zijn geen muzici, dat merken, dat gewoon dingen gewoon veranderen. Wat is improvisatie eigenlijk? Dat is eigenlijk een hele complexe vraag. Het omvat heel veel verschillende vormen. Je kan zeggen, jazzmuziek is improvisatie. Ja, in zekere zin is dat een vorm van improvisatie. Maar wat mij betreft is eigenlijk alle klassieke muziek, daar zit ook veel meer improvisatie in dan dat wij misschien op vandaag de dag omarmen of toestaan dat er onderdeel van is. In het verleden was improvisatie, improviseren, denk ik, een veel gebruikelijkere vorm van musiceren dan misschien nu.
wij zeggen dat lesgeven is talent, maar lesnemen is ook een groot talent. Dus dat is ook heel belangrijk hoe student bijvoorbeeld reageert op wat je zegt.